Mijn naam is Ferkeline van Beek. Ik ben onderzoeker aan Hogeschool Utrecht en vanuit het departement Transo van Tilburg University ben ik gepromoveerd op onderzoek naar schuldenproblematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd. Ja, ik heb onderzocht hoe groot de schuldenproblematiek onder mensen die een delict hebben gepleegd is en wat de achtergrond daarvan is. En ik heb ook gekeken naar de belemmeringen die deze mensen zelf en ook de professionals die hen begeleiden ervaren in de aanpak van schulden en wat hen daarbij kan helpen. Mijn persoonlijke drijfveer om dit onderzoek uit te voeren is het om bij te dragen aan het verminderen van kansenongelijkheid. En ook aan de onrechtvaardigheid die ik vaak zag. En in dit onderzoek heb ik dat specifiek gedaan door te proberen kwetsbare mensen, dus mensen die vaak in een kwetsbare positie verkeren, een stem te geven. Omdat ze die vaak niet zelf kunnen laten horen. En daarom wilde ik heel graag kijken hoe ik de toegang tot hulp, in dit geval specifiek rond schulden, kon verbeteren. Concrete resultaten die uit het onderzoek voortkwamen waren met name dat deze doelgroep heel veel belemmeringen ervaart als ze aan de slag gaan met hun schulden. En wat daarbij bijna nog meer opvallend was, was dat ook de professionals die hen begeleiden heel veel belemmeringen ervaren in de begeleiding van deze doelgroep. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze methodische handvatten missen of het lastig vinden om een gesprek over dit onderwerp aan te gaan of cliënten door te verwijzen naar andere organisaties. In het onderzoek heb ik nauw samengewerkt met de 3 Nederlandse reclasseringsorganisaties. En wat daarbij heel mooi was om te zien was dat het draagvlak binnen de reclassering voor dit onderzoek heel groot was. En dat heeft eigenlijk eraan bijgedragen dat het onderzoek heel dicht op de praktijk is uitgevoerd. Dus dat we eigenlijk al tijdens het onderzoek ook konden werken aan verbetering in de praktijk. Als het gaat om de impact die het onderzoek heeft gehad, is het heel mooi om te zien dat het tijdens het onderzoek al heel veel aandacht is geweest voor dit onderwerp in de praktijk, maar ook in de media en politiek. En dat dat eigenlijk al heeft bijgedragen aan eerste stappen tot verbetering. Wat ik hoop voor de toekomst zijn eigenlijk 2 dingen. We zijn nu al bezig met het nog verder vertalen van de resultaten vanuit het onderzoek naar verdere concrete producten. Dus bijvoorbeeld methodische handvatten voor professionals. En daarnaast zijn we bezig met het voorbereiden van een vervolgonderzoek. Waarin we verder hopen in te zoomen op de samenwerking binnen de justitiële keten. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan het gevangeniswezen, reclassering, forensische zorg. Samen met het bredere sociale domein, dus bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Gemeentelijke nazorg.